Nou, je ziet hoe snel dit ook inderdaad ontbrandt. En hoe snel zo'n klein brandje zich kan uitbreiden tot een grote brand in je kamer. Dus niet elk materiaal brandt even makkelijk. Maar er zijn kerstversieringen die echt heel makkelijk ontbranden en heel veel rook geven of druppelvorming, wat een gevaar kan opleveren. Nou, met kerstdagen is iedereen natuurlijk leuk gekleed en hebben we een gezellig een sjaaltje om. Maar we willen ook even mededelen van dat je uit moet kijken op het moment dat je met die sjaal boven een kaasje komt of boven een fondue set komt of iets dergelijks. Maar ik denk juist de verlichting zou op het kenmerkkeur waar ze op moeten letten. Nou, zoals je ziet dooft die binnen 5 seconden, maar het geeft wel ontzettend veel roetvorming. Dus je kunt je voorstellen dat het nog een klein takje is en op het moment dat je dat bij een grote boom hebt, dat binnen no time een woning vol onder de rook staat. Met deze tips verklein je de kans op brand en wij wensen jullie vanuit de brandweer hele fijne feestdagen.